Het klimaat in Nederland verandert. En met de klimaatafspraken uit Parijs willen we ons inzetten voor een maximale temperatuurstijging van 2 graden en liever nog 1,5 graden. De klimaatveranderingen in Nederland betekenen zachtere winters en droge, warme zomers met meer hevige buien. Afgelopen zomer, was dat al goed merkbaar. En ook dit jaar lijkt het erop dat we een warme zomer tegemoet gaan. Best lekker, maar onze landschappen, steden en dorpen zijn niet ingericht op deze omstandigheden. Daardoor hebben we sneller last van hitte-eilanden, watertekorten en dan juist wateroverlast bij piekbuien. Klimaatveranderingen hebben veel invloed op onze dagelijkse leefomgeving. En het Oversticht werkt aan een prettige en duurzame leefomgeving voor iedereen. Voor nu, maar zeker ook voor later. Laten we daarom het groene doen. Wij doen dit door te adviseren in projecten en onze rol te pakken in kwaliteitsteams. Zo is onze directeur Bart Buys voorzitter van het kwaliteitsteam Dijken in West-Overijssel. Kwaliteitsteam Dijken is een initiatief van het waterschap en de provincie Overijssel om samen met gemeenten te werken aan de kwaliteit van onze West-Overijsselse dijken. Veel van onze dijken moeten versterkt worden, opgehoogd worden in het kader van waterveiligheid. En het is heel mooi om te zien dat ambtenaren betrokken zijn vanuit alle gemeenten waar die dijken zijn om ook samen te werken en ook samen een taal eigenlijk letterlijk te vinden om die dijken weer toekomstbestendig te maken. We staan vandaag hier in Hasselt bij de Stenen Dijk hierachter. De Stenen Dijk is een hoogwaterbeschermingsprogramma project, een landelijk project om alle dijken te gaan versterken in Nederland. Die moet worden opgeknapt. Het is een relatief klein project hier in Hasselt, omdat de gemeente Zwarte Waterland wil hier ook een fietspad verbeteren. We hebben dit naar voren gehaald en hier hebben we een opgave voor een stabiele dijk en een dijk die hoog water aan kan en dat er geen water door de ondergrond komt. En we proberen hier helemaal aan de voorkant de ruimtelijke kwaliteit en vooral ook erfgoedwaarden die hier zitten en de waarden vanuit natuur, Natura 2000, goed mee te nemen in het ontwerp. Hoog tijd voor het groene doen. Wil je meer weten over wat wij doen met klimaat en water? Neem dan contact op met mij of check onze website www.hetgroenedoen.nl.